De bibliotheek in Voorschoten wordt steeds groter en krijgt steeds meer bezoekers. En dat is goed nieuws, maar alsnog staat de bibliotheek onder druk. Onze financiën staan onder druk. We hebben al jaren gelijkblijvende of teruglopende subsidie, terwijl onze kosten jaarlijks stijgen. Dus we maken ons zorgen of we onze wettelijke taken als bibliotheek kunnen blijven uitvoeren. Die wettelijke taken zijn lezen, leren, informeren, kunst en cultuur en ontmoeting en debat. En op alle vlakken zijn wij nu actief. Maar de vraag is of dat ons gaat blijven lukken, omdat wij de begroting niet meer rondkrijgen. Er is het dalende aantal leden. Daardoor de dalende inkomsten is de bibliotheek nu genoodzaakt om maatregelen te nemen. Nou, dit jaar waren we genoodzaakt helaas om onze tarieven te verhogen. Deels natuurlijk ook omdat de BTW verhoogd werd, maar daar moest helaas wel iets bovenop. Ja, en we zijn nu aan het onderzoeken of we ook iets met onze openingstijden moeten, dat we daarin terug moeten om het allemaal rond te krijgen. Maar dat weten we nog niet zeker. We zijn wel aan het onderzoeken wat dan de minst erge optie zou zijn. We moeten nog even uitzoeken of het echt moet, want we proberen het heel erg tegen te houden. Omdat wij die ontmoetingsplek zijn, de mensen dat ook van ons vragen. En als je dan meer dicht gaat, dan staat dat eigenlijk haaks op datgene wat je wil bieden als bibliotheek.